Het is even later. Monica is inmiddels gearriveerd en die heeft boodschappen gedaan voor de hele familie. Dit wil je ook, hè? Met Bibi en die is Sander aan het laten zien wat er allemaal... Hier is een dikke laag chocola op. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en het is aan het einde van de middag. En het is heel slecht weer. Het regent en het onweert. En daarom ben ik mijn kast aan het opruimen. Eigenlijk aan het leegruimen. Want de volgende klas, het ziel, gaan we in september doen. Maar ik heb echt alweer 4 of 5 vuilniszakken. Dus ik twijfel een beetje. Laat even een comment achter. Of ik misschien één zak of zo met de leukste items nu alvast ga leegmaken. En op Queen of Class het ziel, mijn Instagram account, ga zetten. Let me know. Oké, nou de halve kast begint weer leeg te raken. Ik ben echt alles aan het wegdoen. Ik ben veel strenger nog eigenlijk dan met de vorige klas. Deze gaat ook nu weg. Dit is zo'n leuk jurkje, maar ik heb het gewoon niet, langer dan een half jaar niet aangehad. Dus het is gewoon afgelopen. En ik moet gewoon... Ik denk heel de tijd krijg ik spijt als ik dit wegdoe. Krijg ik spijt als ik dit wegdoe. Want er blijft echt niks meer over gewoon. Maar dan ook echt niks. Maar ja, dit is een leuk jumpsuitje. Ik heb ook overal herinneringen aan. Denk, oh, die had ik in New York aan. Toen ik met Olly erop uitging. Maar ik draag het gewoon niet. En er is ook zoveel nieuws. En deze jurk twijfel ik ook over. Het is zo simpel. Het is gewoon zo'n velvet jurk van de Zana. Nee, echt ook weg. Ik heb hem ook niet meer aangehad dit jaar. Moeilijk, moeilijk. Ik heb mijn pyjama aangedaan en we hebben lekker gegeten. Sander had echt de allerlekkerste tomatensoep ooit gemaakt. En als Sander kookt, ik weet niet of jullie hem volgen, zijn Instagram is gewoon Sander Kleinenberg. Maar als Sander kookt, dan doet hij altijd de recepten op Insta-story zetten. Dus dat had hij ook met deze tomatensoep gedaan. Zo'n roasted tomatensoep. Was echt super lekker. En ik heb mijn pyjama aangedaan. Tenminste, een shirt van Monica, maar die komt uit haar auto. En mijn pyjama broekje. En nu gaan we de keuken opruimen. En dan... Ga ik hier een beetje van nog in een pan doen voor morgen? Ja, is wel lekker. Okay. Dan gaan we naar boven. Wat ben je aan het doen, Olivia Kleinenberg? We hebben altijd zo'n zak met lege flessen en die haalt zij dan leeg. Pietje. Ja. Pietje, papa. Papa. Bibi en Sander hebben ruzie. Ik lig in bed en het is laat. Sander heeft net zijn spullen ingepakt. En ik ga slapen, dus ik zie jullie morgen. Oh ja, Sander gaat morgen naar LA. Vandaar dat hij zijn spullen heeft ingepakt. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb me opgemaakt. Bibi heeft vakantie, die zit lekker op de bank. En Olly is naar de crash. En dit is wat ik aan heb vandaag. Ik heb deze Toscana broek aan en deze top. En ik heb het Claire afgesproken en daarna heb ik wat afspraken. Dus ik ga jullie gezellig meenemen vandaag. Ik ben gezellig met Claire in de White Room. En we hebben ons eerste hapje gekregen. Het laatste is gekomen van de White Room. Het was zo lekker, schat. Mm. Niet normaal, echt te lekker. Kijk hoe mooi het hier trouwens is. Zo nice. Ik ben naar mijn afspraken naar huis gegaan en... Mijn batterij was leeg, dus die ga ik zo even opladen. En ik heb met Bibi gegeten, een pizza besteld en met Olly. En Olly was zo moe, die had geen middagslaapje op de crash gedaan. En dat doet ze dus normaal wel. Dus die was echt niet meer te genieten. Dus die is om 8 uur naar bed gegaan. Het is nu 8:15. En Biebje zit gezellig op de bank. Hallo. Hallo. We gaan zo Modern Family kijken. En ik heb pioenen weer eens gekocht. Ook al ga ik maandag naar Hamburg. Kijk, ik word er altijd zo gelukkig van als er pioenen op tafel staan. En deze had ik trouwens ook laatst gekocht bij H&M. En dit is mijn favoriete geurkaars van Dior. Die heet Amazon Nui. Die had echt super lekker. Ja, en ik kreeg net deze binnen. Zomer Glamour, waar Anna op staat. Dus dat. Nu gaan we even lekker series kijken. Oké, ik heb allemaal rare crème op mijn gezicht, want... Ik ben bang dat ik buisten krijg. Dus ik heb vitamine A crème opgesmeerd. En ik ga naar bed. En ja, dat is het. Ik zie jullie morgenochtend. Hey guys, good morning. Het is zaterdagochtend. Ik heb Olly even aangekleed.
snel een vest aangedaan en we gaan even boodschapjes zoeken naar Albert Heijn. En Ollie is super huilerig vandaag en die heeft heel erg last van haar tanden weer. Dus ik heb haar net een paracetamolletje en tandenspul gegeven en ik hoop dat het snel wat minder wordt, hè, meisje. Voelt zich helemaal niet lekker. Dus wij gaan snel even naar de appie met Bibi. Wij zijn onderweg naar de appie. En het is echt koud, tenminste kouder. Ik heb het echt niet koud. We moeten onder de stelling door. Dat gaan we niet doen. Oh, we kunnen er langs. Ja. Arme Ollie, hè? Ja. Bijna haar tandjes, zo erg. Ja, ik vind het wel lief zelf. Ja, met een blokje kaas in haar hand. Dat is het trap, hè? Het is even later. Monica is inmiddels gearriveerd en die heeft boodschappen gedaan voor de hele familie. Dit wil je ook, hè? Met Bibi en die is Sander aan het laten zien wat er allemaal... Hier is een dikke laag chocola op. En dit zijn nog kleine vier. Oh, het Bounty. Ik heb het nog nooit gegeten. Dit is zo lekker. Oké, ik ga dit nu eentje eten en dan eentje. Wat dan. Zeg jij? Ja, doe maar niet. Maar over een maand zitten wij ook in de In-N-Out, jongens. Oh, heerlijk. Over een maand zitten wij ook in de In-N-Out. Ik heb zo zin om erheen te gaan. We weten het, maar je bent er maar één dag, niet eens een dag. Dus je gaat van tompoes naar garnaal. Oh, lekker van deze. Garnaaltjes, tompoesen. Dat is echt heerlijk. Ik ging even mijn koffer pakken, want ik ga maandagochtend naar Hamburg toe. En mijn Louis Vuitton koffer die is bij de reparatie. En ik had een nieuwe Glamour gekregen, het zomerboek. En er zaten superleuke stickers bij. En kijk. Die heb ik op mijn oude Samsonite gedaan. Ik vind het echt superleuk geworden. Niet allemaal, want die Louis Vuitton stickers die heb ik een keer bij een Louis Vuitton feestje gekregen. Maar deze allemaal wel. Dus die zijn superleuk. En die ook. Good morning, het is vandaag zondagochtend en ik had gisteren niet meer echt gevlogd, maar we hadden ook niks gedaan. We hebben High School Musical gekeken en toen zijn we gaan slapen. En het is dus nu zondagochtend en ik ga nu richting Amersfoort en ga ik een meet and greet doen. En daar heb ik heel veel zin in. Ik heb dit aan vandaag, deze top is van de Zara, het jasjes van de Mango en Levi's broek en mijn Hermes sandalen, maar ik laat natuurlijk zoals altijd alle linkjes hieronder achter. Dus let's go. Wij zitten in de auto. En we dachten dus dat Amersfoort naar Amsterdam 20 minuutjes rijden was. Best wel dom. Maar het is echt 45 minuten, 50 minuten rijden. Dus ik hoop dat we op tijd zijn. En het regende net ook in Amsterdam. En ik heb dus een meet and greet buiten. Dus ik ben benieuwd of... ik kan het op mijn Instagram gezet trouwens, mochten jullie afvragen. Maar ik heb het aangekondigd. Ik ben benieuwd... Wij zitten weer in de auto en het was echt super leuk. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen in Amersfoort. En echt allemaal hele leuke mensen ontmoet. Echt allemaal leuke meiden en een paar jongens. Dus het was heel gezellig. En nu gaan we snel terugrijden naar Olivia en nog lekker boodschappen doen. En dan gaan we eten en chillen. En ik moet mijn koffer inpakken trouwens, want ik ga morgenochtend naar Hamburg heel vroeg. Voor een shoot, maar dat gaan jullie natuurlijk allemaal gewoon zien. Dus let's go to Amsterdam. Ik ben bijna thuis en ik had nog een vraag aan jullie, want er was het een meisje die ik had leren kennen in Amersfoort bij de meet and greet en zij had haar wimpers, had ze zeg maar permanent zo laten krullen en dat wil ik dus ook doen. Dus meiden die in Amsterdam wonen, waar kan ik dat het beste doen in Amsterdam? Want ik vind het altijd heel moeilijk om dat uit te zoeken waar dat het beste kan, want dat vind ik echt mooi voor de zomer als ik me niet wil opmaken. En dan ga ik ze denk ik zwart verven en dan zo dat laten doen. Want ze zei dat hij iets van 6 weken bleef zitten, dus dat is wel nice. Misschien voordat ik naar L.A. ga. Dus, let me know. Ik ben thuis. En Bibi is er. Oh, Bibi is zo lekker bruin. Jij bent echt, na je schoolkamp ben je super bruin geworden. Ja, maar we zijn ook 3 dagen op het strand geweest. Ja, dat is waar. En Olivia slaapt. En we willen naar de appie. Maar we moeten op haar wachten. Zijn jullie net weg geweest of niet? Nee, we zijn niet weg geweest. Het is echt geen lekker weer daar. Nee, het is ook benauwd buiten. Ja, ook binnen. Ja, hier. De hele dag aan mijn neus. Sweeta. Ja. En daar gaan we op wachten. Misschien dat ik mijn koffer ga inpakken. Nee, we gaan de was opvouwen. Wil je helpen? Ja. Yay. Ja, was opvouwen. Ja, dat hadden we ook al afgesproken. Ja, let's do it. Dit is alle schone was die we gaan opvouwen. Ik ben alleen Bibi kwijt. Waar is Bibi gebleven?
Hallo! Wat zo leuk om te doen. Ik ook, ik wil er ook tussen liggen en slapen. But it's not happening. Okay, let's do it. Oké, laten we even stapels maken. Laten we beginnen met al het schoon. Ja, dat gaan we opvouwen. Zo. Via die kant. Dan pak ik hem zo. Ja. Ja, zo. Oké, wacht. Ik pak zeg maar deze plek. Ja, precies. Ja. Zo. Jij ook. Die anderen zijn veel makkelijker. Maak even stapels, oké. Dit ja, wordt verder goed. Ja. Zo. Andersom. Ja. Je deed het goed. Je deed het goed zo. Oké. Zo. Jouw kast gooien. Kijk eens wie er wakker is geworden. Baby Olivia is wakker geworden. Jouw lampje uitzetten op je kamer. Olivia slaapt zoveel altijd in het weekend. Een echte weekendslaper. En nu gaan we lekker boodschapjes doen. En lekker eten maken. Lekker brownie bakken. Lidia gaat brownies bakken. Lekker. Oké, we hebben boodschappen gedaan. En ik ben aan het koken. En ik ben de vistaco's uit de oven. Oh. Vistaco's aan het maken. Niet echt uit de oven. Ik ben nu zalm aan het maken. En ik zal het recept hieronder zetten. Dat heb ik al wel eens eerder gedaan. Dat is van uit Pauline's keuken. Er staan heel veel lekkere recepten op. Dus ik ga eventjes een soort van de saus maken. En ik moet zeggen, iedereen eet het ook. Olivia vindt het ook super lekker. Het is ook echt wel een gerecht wat je met kinderen kan eten. Dan doe je alleen niet alles erbij. Toevallig dus Olivia wel tomaatjes. Maar ik denk dat heel veel kinderen dat niet zo lekker vinden. Maar het is gewoon zalm. En dan maak je met volle kwark en avocado en citroen een soort van dressing wat je erin doet. En tomaatjes en uitjes kan je erbij doen. En dan gewoon lekker stukjes zalm. En dat is super lekker. Olivia, wat heb je daar? Heb je mijn telefoon, schatje? Wie ga je bellen dan, liever? Oké, ik heb net een Instagram live gedaan. Dat had ik al een tijdje niet meer gedaan. En dat is altijd wel leuk. Alleen, je krijgt zoveel vragen. Dat is het gewoon overwhelming om ze allemaal te antwoorden. En ik vind het altijd heel leuk om vragen te antwoorden. Misschien moet ik weer een keer een Q&A opnemen. Dat is misschien wel leuk. Ja, laat even een duimpje omhoog en comment achter als jullie vinden dat ik weer... Het is misschien wel wat tijd voor een Q&A. Dat is wel leuk. Ik krijg echt superveel. Ik merk ook gewoon dat ik heel veel dezelfde vragen krijg op die Insta lives eigenlijk. En now it's time to pack. Maar ik ga maar 2,5 dag. Maar wat ik dus wel vaak doe. Ik vind het altijd dus leuk om Insta-foto's te maken. Dan probeer ik altijd wel 2 of 3 extra shirtjes mee te nemen. Want zeg maar, soms zie je gewoon ineens random dingen. En dan heb ik een extra shirt in mijn tas. Het klinkt echt een beetje gestoord. Maar dat doe ik. En dan is het leuk als je zeg maar gewoon een leuk kleurtje bij je hebt of zo. Dus ik neem even wat extra dingetjes mee. En mijn toilettas inpakken moet ik ook even doen. Want er is trouwens een app waar je zeg maar allemaal lijstjes kan maken met dingen inpakken. Misschien moet ik zo'n vast lijstje maken dat ik alles kan afchecken. Omdat ik altijd een beetje chaotisch ben. Dus dat ga ik doen. En ja, dan zie ik jullie zo. Oké, ik ben klaar met inpakken. Ik heb er echt veel te... Oeh, ik had hier veel te lang over gedaan weer. En ik heb mijn make-up lekker door mijn ogen alweer gesmeerd. Maar ik ga mijn make-up eraf halen en naar bed, want het is veel te laat. En dan zie ik jullie morgenochtend. Hey guys, good morning. Ik ben in de auto met Esmee. En we zijn onderweg naar Hamburg. Want daar heb ik morgen een shoot. Want ik moet altijd... Ik weet niet of ik dat gisteren mijn live gezegd had of in de vlog al voor About You. Dat gaat in Nederland lanceren als een soort van
Subway even gegeten. Een broodje. En ik moet Olly missen. Ik heb vannacht overigens niet geslapen. Ik ging om 12 uur naar bed, 12:30. En om 1 uur begon Olly met huilen. En dat heeft ze doorgezet tot, tot vanochtend 8 uur. En toen om 9:30 heb ik haar uiteindelijk naar bed gebracht. Toen werd ze om 9:45 weer wakker. Dus no sleep for me. Ze had heel erg last van haar tandjes. Ik heb echt alles geprobeerd. Uiteindelijk een paracetamol gegeven, bijdringen, tandjespul. Van elke tand gedaan zo ongeveer. Maar niks was goed. Dus ik ben wel redelijk kapot. Maar goed. Morgen begin ik om 9 uur geloof ik. Dus dan kan ik denk ik om 7:30 opstaan. Want voor mij uitslapen is. Dus dat is wel fijn. Ik ben aangekomen in het hotel. Sorry voor het slechte licht. En da-da-da-da. Sorry guys, ik heb haast en ik ben me aan het opmaken. En even kijken, ja, ik kan de camera niet echt ergens anders zetten. Ik moet me even opmaken en ik heb met een Duitse vlogger, Xenia Overdoos heet zij, afgesproken om koffie te gaan drinken. Zo is beter. En ik had me nog niet opgemaakt. Want ik had dus niet geslapen. En ik ben in het hotel en normaal laat ik altijd wel even de kamer zien. Maar het is niet echt iets bijzonders. Alleen een bed. Wat jullie zien, dat is het. Maar prima. Ik ben hier niet voor vakantie. En ik ga zo even met haar meeten. Gaan we de stad in. Ik mis Olivia natuurlijk weer echt verschrikkelijk. Zo'n heimwee, het is echt niet normaal. Ik heb haar gewoon de hele ochtend en nacht gezien. En ik dacht echt van, nou, misschien is het wel lekker dat ik even zonder haar ben. Aangezien ze 8 uur lang in mijn oor gekrijst had vannacht. Maar goed, natuurlijk vergeet je dat meteen als moeder zijnde. Dus ik heb heimwee. En vorige keer dat ik in Hamburg was voor een shoot, toen vlogde ik ook. Dat is bijna een jaar geleden. Toen had ik haar meegenomen, want toen was ze nog pas 2 maanden of zo. En toen had ik haar meegenomen naar het hotel. En dat was ook dit hotel. En nu mis ik haar. Ik wou dat ik haar altijd mee kon nemen. Sander zei vanochtend nog, zal ik gewoon met Olivia meegaan. Toen wilde ik eigenlijk ook wel ja zeggen. Maar ja, het slaat nergens op. Want ik ben hier dus nu net. En het is nu 5 uur. En ik ga even eten. Dan letterlijk naar bed en dan moet ik vanmorgen van 8 tot 6 heb ik een shoot en dan ga ik naar huis. Dus voor Olivia is het alleen maar irritant dat reizen. Dus het zou een beetje egoïstisch zijn om haar hier mee naartoe te nemen. Maar Gucci, ik ga even opschieten. En ik voel me echt, ik heb echt gevoel dat ik onder de trein gelegen heb als zo'n nachtwakker. Echt niet doen gewoon. Maar ja, vannacht even lekker slaapjes doen. Tot zo. Wij zitten in de auto en ik weet niet echt precies wat we gaan doen. Claire die belde ook net dat ze klaar is. Claire is hier ook in Hamburg. Die heeft vandaag die shoot gedaan die ik morgen doe en die belde net ook dat ze klaar was. Dus misschien dat we daar ook zo mee gaan eten. En ja, dat is het. Ik ben gezellig gaan eten. Hallo! En Celia! Ja, moeten jullie ook volgen op Instagram. En Esme, die zit in de hoek. Verborgen. No, I'm not Rasmus. Wait. I got it. Oh, there I am. Ja, dus dat zijn we aan het doen. Ik ben weer terug in het hotel. En ik heb net, ik deed net mijn oorbellen uit. Maar nu heb ik dus mijn oorbel laten vallen op de grond. En die zie ik dus niet meer. En het zijn mijn nieuwe lievelingsoorbellen. Waarom ben ik dit kwijt? Why? Oh, ik heb hem. Yes. Ja, ik heb hem. We hebben net nog even een koffietje gedronken met Claire beneden. En het was heel gezellig. En Claire gaat morgen weer naar Amsterdam. En wat hebben we nog meer gedaan? Tandenborstel. Ja, dus met Xenia afgesproken. Dat was ook gezellig. Ik mis Olivia heel erg, maar goed. Hopen dat het snel morgen is, dan ben ik sneller bij haar. Oh, daar is mijn make-up remover.
En dan morgen ga ik enigszins op tijd opstaan dus. Want ik moet op tijd naar die shoot. En dan ben ik benieuwd of het leuk is of niet. Dus ik ga nu mijn make-up eraf halen, mijn tanden poetsen en lekker naar bed. Dus ik zie jullie morgenochtend. Hey guys, good morning. Oeh, sorry. Ik heb mijn spullen snel ingepakt. Ik heb een beetje verslapen en is snel gedoucht. En ik ga nu snel naar die shoot toe. En uitchecken, want dan ga ik vanaf de shoot naar huis. Ja. Oké, ik zit in de auto en we gaan naar de shoot. Maar ik ga de vlog afsluiten. Als ik heb het vergeten, het is dinsdag en deze komt er morgen al online. Dus ik ga snel een nieuwe vlog beginnen. Heel erg bedankt voor het kijken. Als jullie eens meer van de shoot en alles willen zien, kijk dan zondag weer. En subscribe, bijna 50k. En dan ga ik elke dag vloggen. Ik denk dat het deze week gaat gebeuren. Als jullie allemaal subscriben. Dus ik zie jullie zondag.